Ik mag ook wethouder Krajo vervangen, die van een vakantie geniet van deze meivakantie. En nou, we zijn hier zoals gezegd ook met Freek de Gier, in ieder geval een van de mensen die ooit al in de raad heeft gezeten. En hij is zelfs wethouderskandidaat voor de VVD. Nou, we gaan zien of dat gehonoreerd gaat worden. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat hij er misschien ook later nog eens een keer over gaat. Dat gaan we allemaal afwachten. Fijn dat de leden van het comité, wat hier eerder al initiatief heeft getoond, ook aanwezig zijn. Arjan, Dirk, Arie. Mooi om jullie initiële gedachten zo vertaald te zien worden in 2 weken onderzoekstijd. Want laten we ons ook realiseren, en dat vind ik echt een knappe prestatie, dat jullie dit in een beperkte scope van 2 weken voor elkaar hebben gekregen. En als van eigenlijk 3 van deze varianten zo voor liggen, nou, dat geeft stof tot nadenken. Mijn reflectie daarop, want dat is denk ik voor dit moment aardig. Als je naar de eerste groep kijkt, vind ik het heel interessant om te zien dat je 2 mogelijkheden biedt. Het korte termijn scenario zou ik zeggen, op het moment dat om allerlei politiek bestuurlijke redenen en uitwegingen toch gekozen zou worden voor de relatief simpele variant. Dat je dan gebruik kunt maken van bestaande elementen, waarvan ik overigens dan wel denk, moeten we eens goed onderzoeken of die stevig genoeg op kwaliteit zijn om uiteindelijk ook die nieuwe waterkrachten, die druk allemaal aan te kunnen. Maar je kunt erop doorbeduren. Jullie hebben mij een inzicht geboden, wist ik zelf in ieder geval niet, dat we al een deel van die muur op 5,1 meter hebben staan. Marco, dat is ook even iets om voor ons in het achterhoofd te houden, zeg ik tegen Marco Stout, onze teamleider RO. Leuk om dan ook te zien dat jullie het Zuiderstek eigenlijk ook gewoon zich laten houden op de haven door inderdaad die glaswand die ik ook ken uit Limburg. Dat jullie die dan op die wel opgehoogde muur plaatsen. Dus ik vond dat een heel creatieve oplossing. De tweede variant, die spreekt mij ook aan, omdat jullie er heel bewust voor hebben gekozen daar geen wegtracé over te leggen. Mijn grootste zorgpunt was dat op het moment dat je dat wel programmeert, dat je met name de bewoners van de Kraanbaan flat, dat je die heel erg gaat belasten met het wegverkeer pal eigenlijk voor de balkons langs. Ja, dat gaat sowieso planschade opleveren, maar het gaat ook procedures opleveren. Dus als je dit al zou willen doen, dan ga je veel gedoe krijgen. Waarbij nog maar de vraag is of de intensiteit van het verkeer uiteindelijk ook op zo'n tracé op te vangen is. Dat brengt me dan ook op de derde variant. En wat ik interessant vond, daarom vroeg ik daar net ook naar. Het is heel mooi uitgewerkt om te zien, en zeker met zo'n filmpje. Hoe kan het werken? In 2 richtingen verkeer eroverheen jagen en tegelijkertijd ook het wegtracé van de huidige haven, zoals de weg ook heet, in stand te houden, roept ook de mogelijkheid op dat je er een eenrichtingscircuit van zou kunnen maken. Hè? Dus 1 richting erin, andere richting eruit. Wat niet belangrijk ook, we kijken meer naar de business waar Arjan Maat in werkzaam is, de ruimte om vrachtwagens ook fatsoenlijk de bochtstraal te laten nemen. Want daar zouden we misschien nog even naar moeten kijken of de variant die net is gepresenteerd daar helemaal aan voldoet. Inclusief natuurlijk ook de belastbaarheid van zo'n bascule of zo'n hefbrug die jullie hebben ingetekend. Kortom, enorm veel voer en stof om over na te denken. En tegelijkertijd ook, dat vind ik bestuurlijk ook wel belangrijk, voldoende ruimte, Marco, om met de huidige ontwikkelaar ook gewoon realisme te houden van nou, we kunnen nog steeds door op de plannen die er zijn. Misschien moeten we een paar dingen aanpassen. Bijvoorbeeld terpgedachte ja of nee. Maar we kunnen wel met elkaar in gesprek. Want wat je ook niet wil hebben, is dat dit soort studieresultaten uiteindelijk iedereen terug in de wachtstand zetten. Zeggen van, wacht even, nou kies ik toch nog even voor de pas op de plaats. Boskaal is dus ook een partij die graag met dat rainbow uiteindelijk land opspuit. En niet stil wil liggen aan de kant, want iedere dag dat de schepen stil liggen, is niet verdiend, hè? Zoals dat bij jullie is. Dus ik wil jullie complimenteren voor de uitwerking. Er zit nog wat variëteit in de gedetailleerdheid van de uitwerking. De laatste was al zelfs helemaal op cijferbasis doorgerekend. Nou, teken u maar bij het kruisje 13 miljoen en we zijn eruit. Bij de andere 2 varianten zullen we dan nog even uit moeten zoeken. Maar ik vind in ieder geval, ik zeg dat namens het gemeentebestuur, dat we een stof voor nadenken hebben gekregen waar jullie de baas voor hebben. En ik sluit niet uit dat jullie toch ooit een keer, als dit verder komt, ook richting de raad moeten worden uitgenodigd om hier toelichting op te geven. Want het mag best gezien worden dat studieprojecten zoals jullie, die nu even 2 weken hebben gedaan, dat die ook gewoon stof tot denken en een aanzet voor besluitvorming geven. Dus complimenten en een applaus van mijn kant voor jullie.